De Syriëzaad in Hoorn staat al tijden volop in de aandacht. Al meer dan een jaar wordt er flink gewerkt in de Syriëzaad om een compleet nieuw complex neer te zetten op de plek van de gesloopte flats. Bij dit megaproject zijn diverse partijen betrokken, zoals de omwonenden en de uitvoerende partijen. De uitvoerende partijen moeten natuurlijk hun taken vakkundig uit kunnen voeren om een mooi eindproduct te kunnen afleveren. Dat neemt niet weg dat er ook gezorgd moet worden dat de overlast zo klein mogelijk hoort te zijn voor de omwonenden. Dat kun je mogelijk maken door bijvoorbeeld tijdelijke oplossingen toe te passen. De eerste uitvoerende partij is Intermares, die verantwoordelijk is voor hetgene wat zich afspeelt op het bouwterrein en nog steeds de overeenstaande flats. Daarentegen is de gemeente Hoorn verantwoordelijk voor alles wat zich buiten het bouwterrein bevindt, zoals de riolering en de infrastructuur. Over deze laatste partij, de gemeente Hoorn, gaat dus de volgende video. Zoals ik al zei, gaat dit over het gedeelte buiten het bouwterrein en met name over de doorgaande weg van de Syriëstraat. Al ver voordat er echt gebouwd werd op het bouwterrein waren er al verschillende werkzaamheden bezig in opdracht van de gemeente Hoorn. Als eerste begonnen ze in oktober 2018 aan het gedeelte voor het bouwterrein vanaf de Sterrenweg tot aan de Steenbokstraat. Er werd een nieuwe duiken geplaatst, de complete weg werd opengebroken, rioleringen vervangen en nieuwe bekabeling gelegd. Nadat dit gereed was, werd de opengebroken weg dichtgegooid en gevlakt. Om te zorgen voor een minimale overlast werd er tijdelijk in februari 2019 een noodstraat aangelegd met zware klinkers. Toen dat ook eenmaal gereed was, in maart 2019, was het tijd om de rest van de straat eruit te breken. Dit was het gedeelte vanaf de Mercuriushof tot 6 meter voorbij de bocht in de Zuiderkruisstraat. Je bent mijn onderbuurman, hè? Ja, he. En wij wonen net zo lang bij elkaar in deze puinhoop. Ja. Wat vind jij nou van de hele situatie? Ja, dat ze bezig moeten zijn, prima. Maar zorg dat je wel zoals hier en zoals daar ook, dat je de stoep op kan komen, want ik kan nou geen kant op. Nee. Allemaal over die scherpe stenen en je redt alles stuk. Maar ook hoe de bewoners gewoon naar hun woning komen. Dat is enorm goed georganiseerd. Dat geeft in ieder geval, voor zover ik weet, geen overlast. Als dat te veel gaat worden, krijg ik een zootje gezeik met de gemeente ook met dat ding. Ja, maar jij bent echt afhankelijk van dat ding, hè? Ja. Voor je boodschappen doen. Ja, alles. Maar voel je je wel veilig op deze weg in dat ding? Nee. Natuurlijk niet, zulke stenen. Ja, zulke stenen leggen, dat ik ken hier dus noem niet op. Maar daar bij die opbrek ken ik er ook niet op, het is ook zo'n rand. De stof, nou dat wil je niet weten. Mijn huis zag eruit, als je het morgens komen, had ik iets middags weer doen. Mijn auto lag het zo dik op. Dat is enorm goed georganiseerd. Dat geeft in ieder geval, voor zover ik weet, geen overlast. Misschien is een beetje extra stof, maar dat moet kunnen. Op zijn tijd, als je maar de ramen weer schoonmaakt daarna. Maar in ieder geval enorme complimenten daarvoor. Mijn scootmobiel die staat in een kluis hier in mijn tuin. Daar zit het zand in, hier zit het allemaal op. Ja. De scooter van mij die ziet er niet uit, dat ziet er echt niet uit door die hele bende. Maar je waarschijnlijk je wel een paar keer gebeld hebt of zo? Ik heb verschillende keren gebeld om te sproeien. Dat zijn ze op een gegeven moment ook gaan doen. Nou, ik weet niet hoeveel keer bellen, want zo is het gewoon. Maar dat zeg ik, ze gooien de nieuwe troep overheen. En ze sproeien wel, maar dat zijn zulke stenen, die spatten alle kanten op. 5 juni, de bevrijdende brief kwam. Er zou 14 juni, als het weer goed was, een laag noodasfalt komen op de weg. In dezelfde brief stond niet vermeld dat er eerst nog een extra laag puin gestort zou worden. De tweede laag werd hier en daar wat afgevlakt, maar daar bleef het ook bij. Momenteel is de weg er nog slechter aan toe dan de afgelopen weken, met scherpe stenen, hoge stoepranden en dat midden op de rijbaan. De grootste vraag van de bewoners blijft, wordt deze asfaltlaag nu gelegd om het voor de bewoners wat leefbaar te maken? Of wordt dit een nieuwe aanvoerroute voor het zware bouwverkeer, voor de nieuwbouw? Als dat zo is, dan raken wij als bewoners van de regen in de drup. We zullen het zeker gaan volgen de komende tijd wanneer het asfalt eindelijk ligt. Al met al geeft dat megaproject toch enige stof tot nadenken voor een volgende keer.